Hij zegt nee tegen een werkkamer in het torentje en mensen moeten ook vooral niet te veel op hem stemmen. Met die boodschap zet Pieter Omtzigt zijn nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract, in de politieke markt. Ja, of hij nu wil of niet, in de peilingen staat Omtzigt maar liefst op 46 zetels. En met het kleine clubje dat hij nu in dienst heeft, ziet hij dat niet zitten, zei hij tegen de NOS. Als je denkt dat je met 2,5 persoon plannen hebt die klaar zijn voor heel Nederland en alles kunt doen, ja, dat is niet serieus als je zegt van je bent voor goed bestuur. Dus daarom zeg ik ook, ik probeer het op een verantwoorde groei te doen. En dat is al lastig zat met dit in zo'n korte tijd voor 22 november. Welke verschuivingen hij met zijn nieuwe partij kan veroorzaken in Den Haag, vraag ik aan Roderick Rekker, politicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En natuurlijk ook bij ons Leendert Beekman, onze politiek verslaggever vanuit Den Haag. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag Lisbeth. Ja, Omtzigt zegt dat hij niet de grootste wil worden en hij wil ook geen premier worden. Is dat een slimme zet, zo'n mededeling? BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme beleggen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het een stukje verwachtingsmanagement is wel. Omdat ja, het is natuurlijk een ontzettende uitdaging. Hè. Dus het zal moeten blijken hoeveel goede kandidaten die bij elkaar kan krijgen en hoe dat dan gaat. En hiermee dekt hij zich alvast in, als het ware, voor als het allemaal niet lukt. En houdt hij zijn opties nog een beetje open. Ja, hij maakt zich ook een beetje klein daarmee. Maar en is dat dan een strategie of meent hij dat echt, denkt u? Ja, ik denk dat hij het wel echt meent, omdat hij natuurlijk ook niet weet hoe het gaat lopen. Hè. Het zal moeten blijken hoeveel kandidaten zich gaan melden de komende weken en of hij die allemaal op de lijst wil zetten. Ja. En afhankelijk daarvan, denk ik, gaat hij bepalen hoeveel zetels hij dan kan en wil halen uiteindelijk. Dus ik denk dat hij dat wel serieus meent. En ik denk dat het verstandig is om dat alvast aan te geven nu. En ik denk ook dat dat wel, dat stukje bescheidenheid ook wel sympathiek overkomt voor kiezers. Ja, en dat weet hij zelf ook wel. Dat denk ik ook, ja. Leendert, peilingen zijn palingen, maar wel de grootste partij worden, maar dan geen premier willen zijn. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo gek, want in Nederland kiezen we geen premier. Het zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dus je kiest de Tweede Kamer en uiteindelijk wordt een coalitie gevormd. En daar komt een premier uit. En dat kan, in theorie kan dat gewoon iedereen zijn. Dus als ze een goede kandidaat hebben om premier te worden, ja, dan kunnen ze die naar voren schuiven. En BBB heeft ook nog geen premierskandidaat. Dus zo gek is het in deze tijd eigenlijk helemaal niet. Nee, maar komt het wel eens voor dat een partij de grootste wordt, maar dan niet de premier levert? Ja, dat komt wel eens voor, Lisbeth. En dat is eigenlijk een soort quizvraag. Weet jij wanneer het gebeurd is? Nee. 1977. Oh, hier, Roderick Rekker heeft gewonnen. Ja, uiteraard. Wat was dat? Dat kan eigenlijk goed. Ja, dat was toen Joop Nijl de grootste partij werd. Oh, natuurlijk. En Dries van Acht premier werd uiteindelijk. Natuurlijk. Zou ik moeten weten. Ja, oké, maar dat is bijna 50 jaar geleden. 10 zetels winst. Ja, dus het kan wel. Ja, maar Omtzigt zegt dus dat hij geen 46 zetels wil. Als je dat echt niet wil, werkt het dan ook om gewoon minder mensen op de lijst te zetten? Ja, dat werkt zo. Het is wel, ik wil het onhandig noemen. Misschien dat dat ook weer een onhandige opmerking is. Maar het kan wel. Op het moment dat je minder personen op de lijst zet, dan blijven de restzetels over en die worden simpelweg verdeeld over de andere partijen. Oké, maar dat wil hij vast niet. Nou ja, de vraag is een beetje hoe die het wil gaan doen. Want we hebben kieskringen in Nederland. En je kan je ook voor bepaalde kieskringen kan je inschrijven. En als die zich voor minder kieskringen, we hebben er 20, dus bij wijze van spreken voor 2 of 3 inschrijft, dan wordt het, is de kans ook minder groot dat er 46 zetels uitkomt. Maar we moeten gaan zien hoe Omtzigt het uiteindelijk gaat doen. En zoals Roderick ook al zei, hoe lang zijn lijst wordt en of daar ook genoeg mensen op staan die goed genoeg zijn om. Pieter Omtzigt is iemand die de lat voor zichzelf hoog legt, maar ook voor anderen. Of die genoeg mensen kan vinden die aan zijn standaarden voldoen. Ja, maar Roderick Rekker, als je op winst staat, dan heb je opeens veel vrienden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen nu hem wel mailen en bellen. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat hij een heel groot netwerk heeft in Den Haag en ook daarbuiten. En je ziet nu al dat best wel een aantal goede mensen van het CDA ook zich bij hem willen aansluiten. Dus ik denk dat het voor hem in ieder geval een stuk makkelijker wordt om die lijst samen te stellen dan dat bijvoorbeeld voor Pim Fortuyn was in 2002. Die uiteindelijk iedereen maar op de lijst zette. De tuinman en de chauffeur, letterlijk. Precies, ja. Die zetten die erop. Maar hoe ziet de uitslag van de komende verkiezingen in het ideale scenario van Pieter Omtzigt eruit, denkt u? Ja, ik denk dat hij,
als hij een goede lijst bij elkaar vindt, dat hij gewoon zoveel mogelijk zetels wil halen. Dus ik denk als 100 mensen zich melden bij Pieter Omtzigt de komende weken, die allemaal door en door vertrouwt en waar hij zijn hand voor in het vuur steekt, dan denk ik dat hij zich gewoon alle 100 op de lijst zet. En dus noods gewoon hoopt dat ze alle 100 een zetel krijgen. Maar ja, als dat niet gebeurt en hij denkt van, nou, ik denk dat ik met 20 mensen een goede fractie kan vormen, maar daarna beginnen te wringen. Ja, dan zou het dus wel kunnen dat hij bijvoorbeeld toch in maar een beperkt aantal kieskringen mee gaat doen. Ik heb hem net horen zeggen tegen RTL Nieuws, geloof ik, dat hij die optie openhoudt. Van die kieskringen? Ja, maar het klonk wel alsof het ook weer niet zijn voorkeur heeft. Hmm. Dus ja, we proberen allemaal nu te lezen wat er in zijn hoofd omgaat. Maar ja, mijn beste gok is toch dat hij gewoon probeert een zo groot mogelijke lijst samen te stellen. En ja, dat die lijst afhankelijk is dus van hoeveel goede mensen die kan vinden, die echt vertrouwt. Maar hij zegt iets anders. Hij zegt, we willen niet te groot willen worden, te snel. Ja, precies. Maar hij zegt dus dat is omdat hij geen toestanden wil zoals we die bij de LPF of bij vorm hebben gezien met afsplitsers en zo. Ja. Hij zal dus een fractie moeten vinden of een lijst moeten vinden met mensen die zodanig vertrouwt dat hij denkt dat die problemen zich niet zullen voordoen. En Leendert, wat zijn tot dusver de reacties uit Den Haag vandaag? Nou, ik wil er even twee uitpikken. Eentje van Henry Bontebal, de lijsttrekker voor het CDA. Hij wenst Pieter Omtzigt alle wijsheid en geluk met het besluit om een eigen partij op te richten. En Laurens Dassen, toch wel een beetje een broeder in de Tweede Kamer. Mm. Van Volt, hij feliciteert Pieter Omtzigt en kijkt uit naar een fijne samenwerking. En over het algemeen heb ik positieve reacties gezien. Een enkele negatieve reactie. Maar het hoort er ook een beetje bij. Van wie dan? Net opgericht. Ja, ik zag van Sidney Smeets zag ik een negatieve reactie. Maar die zit niet meer in de Kamer. Hij heeft heel kort in de Tweede Kamer gezeten voor D66. Echt heel kort. Ja. Hij gaf een negatieve reactie van, het kwam een beetje erop neer van, ja, de MH17, lastig dossier geweest voor Pieter Omtzigt. Had hij niet goed gedaan. Nee. Het was een negatieve reactie in de zin van, is dit wel een goed idee om een partij te gaan beginnen? Maar over het algemeen zien we allemaal positieve reacties vanuit Den Haag komen. Leendert, dat MH17 dossier, dat deed hij inderdaad. Daar heeft hij echt wel eens uitglijder gemaakt. Maar dat is niet de reden om op Omtzigt te stemmen. Wat is voor kiezers de belangrijkste reden, denk jij, om op Omtzigt te stemmen? Nou, bij de vorige verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, hebben we gezien dat veel mensen toch een stem hebben uitgebracht op wantrouwen. Wantrouwen in de politiek. En als iemand dat toch een klein beetje goed naar voren weet te brengen, in ieder geval het gevoel van wantrouwen, maar vooral ook het gevoel van hoop. Hè, waar gaan we naartoe? Hoe gaan we de politiek weer beter maken? Dan is het wel Pieter Omtzigt. En ja, die wantrouwende stem, hè, de mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek, hebben nog wel vertrouwen in Pieter Omtzigt. Want het is een van de politici die echt nog vertrouwen uitstraalt. Hè, dus het vertrouwen krijgt van de kiezer. En ik denk dat het vooral daarom zal gaan. Maar dat betekent, Roderick Rekker, het vertrouwen van de kiezer. Als er een betrouwbaar iemand opstaat, daar kunnen in potentie heel veel mensen op gaan stemmen. Ja, of in ieder geval kiezers die het vertrouwen kwijt zijn in de politiek. En dat zijn er een hele hoop op dit moment inderdaad. Omdat het vertrouwen wel op een vrij historisch dieptepunt zit op dit moment. En ik denk inderdaad dat heel veel kiezers op zoek zijn naar een stem op een partij die dat wantrouwen verwoordt. Maar tegelijkertijd ook weer niet te radicaal is. Zoals de PVV of Forum voor Democratie. Dus dan was bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging zo'n goede optie bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar die kiezers kunnen dus denk ik nu makkelijk de overstap maken naar Omtzigt. En dat zie je dus ook in die peiling van INO, waar die de 46 zetels peilde, dat die kiezers wel voor een flink gedeelte bij de BBB weg zouden komen. Oké, dus die Caroline van der Plas moet zich dan een beetje zorgen maken? Ja, ik denk dat hij zich zeker het meeste zorgen moet maken van alle partijen in Den Haag. Hij was wel de eerste met feliciteren, geloof ik, hè? Ja. Maar ik las vandaag dat zijn thema's nieuw bestuur of beter bestuur, de instituties vernieuwen, dat vindt hij belangrijk, dat zijn speerpunten. Ja. Klinkt niet als lekkere, simpele campagnethema's. Ja, en daarom wordt het ook zo interessant om te zien waar die verkiezingen nu over zullen gaan. Ik denk dat het in het belang van Omtzigt zou zijn als deze verkiezingen een soort van referendum over de macht worden. Een soort stem voor of tegen de gevestigde orde. En dan kan die echt heel groot worden, denk ik. Omdat dat wantrouwen nu zo groot is. Maar hoe maak je dat concreet?
Want iedereen wil beter bestuur. Maar... Ja, door bijvoorbeeld in de debatten en dergelijke onderwerpen de toeslagenaffaire te laten zijn en de afhandeling van Groningen en dat soort dingen. Dus dingen waar het eigenlijk in 2021 misschien wel verrassend weinig over ging, daar zou het dan nu wel over kunnen gaan. Tegelijkertijd zullen, denk ik, de bestaande partijen het gewoon over hun eigen thema's willen hebben, zoals immigratie of klimaat. En kiezers weten helemaal niet goed waar Omtzigt staat op die thema's. Dus als de campagne daarover gaat, dan kan Omtzigt het wel weer moeilijk krijgen, denk ik. Dat viel me wel op, dat klimaat werd helemaal niet genoemd. Nee, daarom. En ik denk ook dat zijn potentiële kiezers daar wel over verdeeld zijn. Als je ziet dat hij nu kiezers weghaalt bij PvdA GroenLinks, maar ook bij de BBB bijvoorbeeld, dan zullen zijn potentiële kiezers het daar ook niet over eens zijn misschien. Dus wat dat betreft is het ook niet in het belang van Omtzigt dat de verkiezingen daar heel erg over gaan. Dat hij heel erg kleur moet gaan bekennen op dat soort onderwerpen. En Leenert, hoe realistisch is het eigenlijk dat Omtzigt die 46 zetels uit de peilingen ook daadwerkelijk binnen kan halen? Ja, dat is nu echt even in een glazen bol kijken. De campagne moet nog gaan beginnen, de verkiezingscampagne. En daar kan heel veel mis in gaan. En hij staat nu op 46 zetels. Voor veel mensen is Pieter Omtzigt vertegenwoordigt die alles wat mis is in Den Haag. Maar Pieter Omtzigt, zoals Roderick net ook al zei, die moet zometeen ook debatten gaan voeren. En daarbij zal hij ook standpunten moeten gaan innemen op klimaat, op stikstof. Thema's die nu echt spelen in de samenleving. Migratie. En dan migratie bijvoorbeeld. Ja. En dan kunnen mensen nog wel eens gaan afhaken. 46 zetels. We zijn nu heel vroeg. 22 november komt al dichtbij. Maar het is heel vroeg in de campagne. En het kan allemaal nog alle kanten op gaan. We hebben ooit in 2012 hebben we gezien dat de SP ook 40 zetels plus had in de peilingen. En dat was in 3 weken was dat helemaal verdampt en ging het naar de Partij van de Arbeid toe. Dus ja, nu 46 zetels, dat klinkt heel mooi. Maar we moeten zo meteen over 3 maanden nog maar zien hoeveel daarvan overblijft. Ja. Nou, zo'n nieuwe partij aan het firmament. Hoe kunnen de gevestigde partijen zich hier tegen wapenen, Roderick? Nou, ik denk dat ze 2 dingen zouden kunnen gaan doen nu, waarvan de één denk ik heel slim is en de andere heel dom. Wat denk ik heel slim is, is om het vooral over hun eigen thema's te blijven hebben. Dus Timmermans moet het vooral over het klimaat gaan hebben en Wilders moet vooral over immigratie blijven praten. Want dat zijn thema's die kiezers gewoon met die partijen associëren. Als het daarover gaat, blijven ze die partijen waarschijnlijk in grote getallen wel trouw. Wat heel dom zou zijn, denk ik, is als ze Omtzigt persoonlijk gaan aanvallen en een negatieve campagne gaan voeren. Dat een beetje wat we hebben gezien van Henk Kamp en Alexander Pechtold tot de afgelopen weken bijvoorbeeld. Want dan versterken ze dus het frame dat dit een soort grote strijd is van Omtzigt tegen de gevestigde orde die hem de mond probeert te snoeren. En ja, met het vertrouwen dat zo laag is op dit moment, denk ik dat heel ongunstig zou uitpakken voor de gevestigde partijen. Dat komt als een boemerang terug, denk ik. Oké, dus die moeten gewoon bij hun eigen thema's blijven. Precies, hoe groot acht u dan de kans dat Omtzigt ook echt de grootste kan worden? Met 46 zetels of niet? Maakt me nou even uit. Ik denk inderdaad dat dit de meest onvoorspelbare verkiezingen ooit zijn. Inderdaad, peilingen zeggen nog heel weinig op dit moment. En daar kan en gaat ongetwijfeld nog ontzettend veel veranderen. Maar het is wel ontzettend reëel. Het is duidelijk vanuit die peilingen dat hij op ontzettend veel steun kan rekenen. Dat heel veel mensen sympathie voor hem hebben. Dus het is een reële mogelijkheid dat hij de grootste partij wordt. Zeker. En het is een hele interessante campagne voor onze journalisten. Absoluut. En iedereen die van voor politicologen ook. Ja. Dank jullie wel. Politicoloog Roderick Grekker van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Leenert Beekman, onze politiek verslaggever. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.